is maar één reden waarom hij dit doet. Hij wil gewoon geen grotere concurrent in de buurt hebben, want de plus zit hier 1,5 kilometer verderop. Op deze plek in Bilthoven moet hij komen, een nieuw filiaal van de Jumbo. Alleen een collega-ondernemer zit de bouw in de weg, omdat hij geen afstand wil doen van zijn garagebox. Het is eigenlijk bizar, eigenlijk zou je hier gewoon, ook als collega's, gewoon goed uit kunnen komen. En ja, je moet ook niet bang zijn voor concurrentie, hè. Je wordt er eigenlijk allemaal sterker door, dus ja, ik vind het een zwakte bot. Alle eigenaren van de garageboxen zijn uitgekocht, behalve die ene. En laat dat nou net de privégarage zijn van Gert Smit, de eigenaar van Plus Bilthoven, die ongeveer op 1,5 kilometer verderop staat. Heeft u er begrip voor? Ik niet. Nee, ik denk dat hij zichzelf in de vingers snijdt. En een buurt als dit, die heeft best behoefte aan een supermarkt. Hè, maar ja, hij heeft ze natuurlijk liever bij hem in de winkel dan, dan dat ze bij een ander komen. Dus dat op zich... Ja, begrip heb ik er wel voor, maar ik begrijp het niet, als je begrijpt wat ik bedoel. De garage, die zullen wij moeten respecteren, die is niet van ons. Die is van meneer Smit en hij mag hem houden en hij kan er ook gebruik van maken. Als je de plattegrond ziet hier, dan zie je wat er eigenlijk met de supermarkt gebeurt. En ook waar de box van meneer Smit zit, dat is een expeditieruimte. Die vrij toegankelijk blijft voor meneer Smit. Dus meneer Smit kan gebruik blijven maken van zijn box. De eigenaar van de garage wil niet reageren op camera, maar zegt wel in een schriftelijke reactie: het is goed voor de wijk dat daar weer een supermarkt terugkeert. Concurrentie is prima, dat houdt ons scherp. Veel keus voor de consument op deze wijze. Maar grondverkoop aan de concurrentie, dat doen wij niet. Hey, vond je het een leuke video? Like, abonneer en sinds kort hebben wij ook nog een video nieuwsbrief. Wij maken namelijk veel meer leuke video's op de website van de Telegraaf. Schrijf je dus snel in en dat kan hier.